De zandafgravingen te Braamspunt moeten worden stopgezet. Dit benadrukt professor Siunat Naipaul. Hij zegt dat deze afgravingen meerdere nadelige gevolgen kunnen hebben voor Suriname. De professor heeft daarom samen met het actiecomité Bescherm de Schildpadden en Stop Zandafgravingen Braamspunt en andere NGO's een brief overhandigd aan procureur-generaal Roy Bainat Pandey. In de brief vragen de organisaties een onderzoek naar de zandafgravingen. Naipaul zegt dat de regering deze kwestie goed in overweging moet nemen. Dit gaat gepaard samen met zeespiegelstijging. Het gaat gepaard met hoge en sterke winden die komen vanuit het noordoosten op de kustlijn. En daarmee gaat in feite ook de golven toenemen, de opstuwing toenemen. En als de natuurlijke verdediging wegvallen, onder andere de zandritsen, de mangroven, ecosystemen, dan sta je gewoon met je gezicht tegen de krachten van de zee. En dat denk ik niet dat je zo makkelijk kan weerhouden. Dan moet je echt hele zware dammen en dijken zetten. En dat u weet, als u eenmaal een dijk neerzet, dan gaat u eeuwig en eeuwig en eeuwig voor alle tijden moeten onderhouden. Je gaat niets van terugkrijgen, behalve verdediging. En bij steeds hoger wordende zeespiegel zal je zo'n dijk moeten verzwaren, groter maken en meer investeren. Je gaat miljoenen gebruiken om te bouwen, maar op een heel, heel lang termijn ga je miljarden moeten hebben om te onderhouden. Terwijl je met het behoud van het kustecosysteem, als je goed doet en goed begrijpt en weet hoe het aan te pakken, dat je dus niet alleen maar de kust verdedigt, maar dat je ook dienst en goederen kan uithalen. Hoewel hij geen deel uitmaakt van de regering, zal Naipaul samen met andere organisaties blijven trekken aan de bel over deze kwestie. We zullen blijven aangeven waarom het niet goed is. We zullen aankomen met heel veel argumenten, met data, met gegevens. Totdat de beleidsmakers van overtuigd raken dat het niet goed gaat. En dat het niet goed is. Dat ze beseffen, dat ze de conclusies kunnen trekken daaruit. En ja, ik zit niet in die stoel. Mijn taak is zoveel mogelijk data te brengen. Zoveel mogelijk argumentatie, wetenschappelijk onderbouwd, naar voren te brengen. En de rest moet, de beslissing moet ligt in handen. Ik denk dat ook de mensen ondersteuning moeten geven. Zij die ervan vinden dat het inderdaad zo is, dat het niet goed is, dat ze ook ondersteuning moeten geven. Zodat degene die daar zit en nog even twijfelt om moeten we doen, moeten we niet doen, vooral de beleidsmakers, als ze die twijfelen, dat ze dus over de streep worden gehaald van luister, het is goed wat we doen of het is niet goed wat we doen. Dat is dus professor Siunat Naipaul over de zandafgravingen te Braamspunt. De wetenschapper is overtuigd dat de afgravingen nadelige gevolgen zullen hebben voor Suriname. Hij heeft daarom samen met andere NGO's de PG gevraagd een onderzoek te doen naar de afgravingen.